Yo gasten, GameOC, vandaag spelen we weer Fortnite. En dat doen we, ja, weer op de Xbox. Jullie vonden de vorige keer best wel leuk, dus ik dacht, weet je wat, ik ga nog een keer op de Xbox spelen. En wat we vandaag gaan doen, ik ga gewoon naar drukke plekken. En ik ga proberen meer kills te halen dan de vorige keer. Want ik had de vorige keer 3-4 potjes gespeeld en dan had ik gewoon 1 kill gehaald de hele tijd. Vandaag gaan we proberen te spelen en de 2 kills te halen. Ja, dat zou een nieuw record zijn voor mij op de Xbox. Volgens, ik heb wel op de mobiel heb ik wel veel gespeeld. En daar was mijn record volgens mij 14 kills of zo met de victory. Dat is op zich best wel prima. Maar op de Xbox doe ik het dus helemaal nooit. Maar holy shit, wat is het hier druk. We gaan wel even hierheen. We gaan hier naar binnen. Dan hoop ik dat hier een wapen ligt. Ligt hier iets? Nou, ik zie nog niks. Hier ligt ook nog niks. Waarom ligt hier niks? En trouwens, als jullie zin hebben in deze video, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar dit gaat heel lastig worden, want ik ken nog niet eens een wapen. Oh, shit, man. Hoezo ligt hier nergens een wapen? Yo, er loopt hier trouwens wel ergens iemand in de buurt. Ik kan hier even kapot maken. Ik weet niet of hier iets achter ligt. Nee. Holy shit, er ligt gewoon in het hele gebouw geen één wapen. Dat is wel een beetje verknopt. Ik ren even naar dit huis, kijken of hier iets ligt. En oké, hier ligt de kist. Oké, nice. We hebben in ieder geval iets qua wapens wat we kunnen gebruiken. Dus mochten we nu iemand tegenkomen, kan ik me in ieder geval een beetje verdedigen. Ik vind trouwens dat ik het niet eens zo echt extreem slecht doe of zo, weet je, voor een beginner. Trouwens, dit is precies hetzelfde wapen. Ah, shit, oké. Ja, ik ben niet goed voor het beginnen, dat sowieso. Oh shit, dat doet ook nog best wel wat levens. Maar hij had wel 50 shield erbij. Ja, maar dan alsnog had ik hem niet gekild, ook had hij geen shield. Oké, is een beetje verknopt, maar we gaan gewoon opnieuw potje spelen. We gaan gewoon net zo lang door totdat ik een potje heb gehad met 2 kills. Nou klinkt dat heel suf, maar voor mij is dat echt moeilijk, man. Dat is echt niet normaal. Oh, het is echt lastig. Oké, ik zie jullie weer als we uit de bus kunnen springen. Oké, we zitten weer. Ik ga naar Dusty. Ik denk dat het daar nu wel redelijk druk is. In ieder geval, ik hoop dat het daar... Het moet eigenlijk een beetje druk zijn, maar niet te druk. Wel dat ik de 2 kills kan maken, maar bijvoorbeeld net de Tilted Towers. Ik denk dat het daar wel heel moeilijk voor mij is om, zeg maar, als noob zijn, om daar meteen 2 kills te halen. Zie ik hier andere mensen? Nou, niet echt. Ik zie hier voor mij wat mensen, maar die gaan denk ik niet naar Dusty. We hebben hier meteen in ieder geval... Oh nee, dat is niet een slurp. Of jawel, dat is wel eentje. Oké, ik wou net zeggen, dan kunnen we meteen even innemen. Dan heb ik nu wel ergens een wapen nodig. Hopelijk ligt er hier eentje. Ja. Een shotgun. Oké, dat is meteen chill. Als ik nu iemand tegenkom, dan kill ik hem sowieso. Dat hoop ik in ieder geval. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. En ik moet trouwens ook nog even leren om een beetje snel te bouwen. Dat vind ik nog wel echt lastig, hoor. Als je op B drukt, komt het wapen weer terug. Oké, nice. Ik heb prima wapens tot nu toe, volgens mij. Ik zal trouwens even selecteren. Hoe doe je dat? Dit is zo lastig. Wat is... ik heb hem gevonden. Het was een knopje naar boven. We doen even op volgorde. Dan doen we het op deze manier. Ik... Hou het nog wel even zo. Er wordt hier ergens gelopen. Hoppatee! Oké, dat was een vrij makkelijke kill. We hebben nog een full shield, die kunnen we meenemen. En nog 1 kill en we hebben het gehaald. Ik dacht al, ik hoor iemand lopen, maar die kill had niet eens een wapen. Die probeerde me te killen. Met weet ik veel wat hij had, helemaal niks. Dit is wel het chill wapen. Weet je wat, dan ruil ik hem weer voor dit wapen. Noem het op deze manier. Ik denk, ja, dan heb ik nu voor midden, voor dichtbij en voor ver weg. En voor alle afstanden heb ik een wapen, dus dat is in ieder geval wel chill. Holy shit! Ah, ik schrok me echt de tyfus. What the fuck, man. Oké, dan gelukkig heb ik zo'n ding. Die kan ik dan innemen. Maar holy shit, dan was ik bijna dood. Oké, daar moet ik wel een beetje op gaan letten. Ja, dat vind ik wel... Ja, op mijn mobiel let ik daar wel iets beter op. Maar nu ben ik gewoon... Ja, alles is lastig voor mij. Dus om dat soort dingen te letten is helemaal moeilijk. Maar gelukkig heb ik het overleefd en heb ik nu gewoon weer 100 shield. Oeh. Dan dus. Dit is wel spannend op deze manier. Oh, daar is gebouwd. Aan de andere kant van Dusty is gebouwd. We gaan daar even zo heen. En lopen we ondertussen langs door Dusty. En dan kijken we of hier al ondertussen iemand is. Oh, wacht. Ik word geschoten van boven. What the fuck? Ja, dit ga ik denk ik niet winnen. Ik ga het wel proberen.
Oh shit, ik had er wel één keer geraakt met shotgun, maar wat de fuck is dit moeilijk? Oh man. Nou ja, nog best wel veel levens, dus ik had hem ook niet bijna gekild. Weer niet 2 kills. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Ik wil die 2 kills halen. Ik ga proberen in Paradise Palms de 2 kills te halen. Oh, oké, ik ga nu gewoon naar alleen maar drukke plekken. Want dan weet je zeker dat je in het begin gewoon nog wat noobs tegenkomt. Want zoals net, toen was ik al best wel ver in de game. En dan kom je sowieso alleen maar pro's tegen. En dat is ook fucked up. Ik ga hier niet op het dak landen. Ik ga hier eentje onder landen. En dan hoopte ik dat hier een wapen lag. Wat dit precies is, geen idee. Ligt hier iets? Nee, hier ligt niks. Dan gaan we hier even naar beneden. En, oh. Oh shit, oh hij is weg nu ondertussen. Nou, dikke prima, want hij had me anders sowieso gekild. Wat zijn die ballonnetjes trouwens? Ik heb echt geen flauw benul. Maar ik heb heel snel een wapen nodig. Hier ligt helemaal niks. Oké, we gaan even omhoog. Ondertussen leef ik nog steeds en dat is wel een beetje wonder. We hebben nu in ieder geval een wapen. Maar dit gaat wel lastig worden om hier natuurlijk iemand mee te killen. Oh, maar hier ligt de kist, dus dat is mooi. Even die kist openen en ondertussen wordt hij volop gelopen. En we kunnen even deze minis innemen. Neem hier 2 van in en dan gaan we weer verder. En dan hebben we in ieder geval een redelijk begin. Ja, ik mis eigenlijk alleen nog een shotgun of zo. Ja, daar is iemand. Gewoon kijken of het me gaat lukken. Ondertussen is hij weggegaan volgens mij. Daar is iemand. Oh, hij wordt nu... Oh, daar is nog iemand. Ah, what the fuck. Ik word echt van alle kanten aangevallen. Ah! Ah, shit. Dit is toch niet eerlijk. Dit was echt 2 tegen 1 of zo. Ja, oké. We gaan het nog een keer proberen. Ja, volgens mij hier... Ja, daar. Oh, daar had ik hem goed gehit. Ah, oh, what the fuck? Nee! Wat een eikel. Zet die val daar neer. En volgens mij loopt hier iemand op het dak. Ja. Oh. Ah, shit. Ik heb hem bijna. Ah, man. Het ging best wel redelijk. Dit is zo verdomd lastig, man. Oh, ik dacht 1 AP, maar 4 AP is ook ziek bij. Daar gaat helemaal niks meer qua leven. Shit, man. Oh, daar zijn trouwens meer mensen. Dan gaan wij hierheen. Weet je, ah, klootzak. Dat is niet lief. Ik denk dat hij zo naar me toe komt. Maar ik ga eerst even 2 shields innemen. Ah, kom op. Stom spel. Ik vind het nu al niet meer leuk. Oké, ik ga het nog 1 of 2 keer proberen. En dan laat ik het maar. Want, dit is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht. Ik weet het. Je hoeft het niet te zeggen in de comments. Maar waarschijnlijk gebeurt het toch. Maar in ieder geval, ik ga het nog 1 of 2 keer proberen. En anders geef ik het op. Ik raak gewoon echt geïrriteerd op deze manier. Waar gaan jullie allemaal heen? Oké, dan ga ik nog even naar beneden. Dan ga ik hierheen. Oké, nice. Hier ligt in ieder geval een shotgun. Dus dat is chill. Dus ik denk dat er hier... Ja, ik heb hem gekild. Ik wou net zeggen, ik kill hem toch. Hoepie, 1 kill te pakken. Ik dacht dat er al zeg maar kill in het scherm kwam toen ik hem nog niet eens had gekild. Maar maakt niet uit. Ik heb hem nu gekild en daar gaat het om. We gaan even naar beneden. Op zoek naar meer slachtoffers. Yeah. Nog eentje en we hebben het gewoon gehaald. Volgens mij komt iemand omhoog. Ah! Zo dichtbij. 1 goede hit en ik had hem gewoon gekild. Oké, ik ga nog 1 laatste keer proberen. Als het dan niet lukt, dan geef ik het gewoon op. En dan weet ik het hoe slecht het is dat ik de eerste 2 kills al bij. Hey, jullie moeten snappen. Ik
Dit is ongeveer de derde keer. Nee, dit is de tweede keer dat ik echt zeg maar hierop speel. Ik heb één video opgenomen, dit is de tweede video. Oh, maar jullie zien me weer als we weer de bus uit kunnen springen. Opperste concentratie. Laatste kans om 2 kills te halen. En ik heb helemaal niet goed gesprongen, want er zijn mensen die al veel en veel lager zijn als ik ben. En het is hier trouwens koude druk, what the fuck. Oké, daar ga ik niet heen. Hier ga ik niet heen. Ik ga naar dit huis. En volgens mij ligt hier wel kist onder, dus dat is in ieder geval wel mooi. Ja, die ligt er inderdaad. Oké, nice. We hebben in ieder geval een wapen. En hier ligt ook nog een shotgun, dus dat is ook mooi. Dus op zich, we hebben een prima begin. Daar heb ik niks over te klagen. Oh, nou heb ik wel lekker veel shotguns op deze manier. Oh, hier ligt ook nog hier, dit ding. Die nemen we dan ook nog even mee. En dan gaan we even boven kijken of hier toevallig nog iets ligt. En er wordt trouwens hiernaast volop geschoten, volgens mij. Ik zie alleen niemand. Hier ligt ook nog een bouw. Lauwe shotgun, die is natuurlijk net iets beter, dus dan nemen we die mee. En dan wordt aan de andere kant ook geschoten. Eigenlijk wordt er overal geschoten. Zag ik hier iemand door het raam? Ja, dat zag ik. Of ik weet trouwens niet of ik dat goed zag. Maakt niet heel veel uit, we gaan even hier naar dit huis hiernaast. Want je moet natuurlijk wel wat actie ondernemen, wil je kills kunnen maken. Jongen, ik ben ziek pro in bouwen, zien jullie dat? Ja, oké, oh shit. Ik geef het op. Ik denk dat ik nooit meer Fortnite ga spelen. Oh, wat was dit slecht. Oké, dan fuck it. Dit is het einde van deze video. Als jullie toch een deel 2 willen zien, dat ik ga proberen de 2 kills te halen. Het klinkt zo suf. Laat het dan even weten in de reacties. En ja, ik weet zeker dat ik wel de enige YouTuber ben die dit is gelukt. Gewoon serieus een uur lang opnemen. En niet de 2 kills weten te halen. Dat is ook wel een prestatie, om eerlijk te zijn. Maar in de laatste hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!